Kunstenaars met een beperking of een psychische aandoening hebben er in Twente een podium bij. Nu de provincie de manifestatie Art Brut Biennaal het stempel beeldbepalend evenement heeft gegeven, is er geld om in dit najaar weer een grote tentoonstelling te houden met Art Brut in Hengelo. En voor 2023 is er een financiële basis. Een probleempje, de organisatie is nog op zoek naar een hal van minimaal 3000 vierkante meter. Nou, inmiddels bij ons aangeschomen is Jan Noltes, voorzitter van de organiserende stichting. Jan, goedemiddag. Goedemiddag. Laten we even bij het begin beginnen. Wat is Art Brut eigenlijk? Art Brut is een benaming voor kunstenaars met een psychische aandoening. Of voornamelijk een psychische aandoening, maar wij rekenen daar ook de kunstenaars met een verstandelijke beperking onder. De naam is ooit ontstaan om aan te geven dat het gaat om kunstenaars die puur werk maken. Het zijn over het algemeen kunstenaars zonder een academische opleiding. Die vanuit hunzelf, vanuit een eigen drive, zeg maar, zou je kunnen zeggen, hun werk maken. En daar zit heel bijzonder werk tussen. En dat bijzondere werk, dat laten we zien. Oké, dus ik moet eigenlijk ervan voorstellen, zijn niet mensen die echt gestudeerd hebben erin, nee. Maar het ook voor de hobby ernaast zullen doen, misschien met door hun aandoening rust en vrede in kunnen vinden? Nee, het is geen hobby. Het zijn kunstenaars die net zo gedreven zijn als gewone kunstenaars, om maar zo te zeggen. En daar volledig hun energie en hebben hou in stoppen. Misschien nog wel, soms wel meer, want het is bijna soms wel tot het manische toe om ze daarin werken. Je moet het zeker niet als een hobby zien en ook niet zien als een tijdverdrijf of een dagbesteding. Ja. Dat is er natuurlijk ook wel, maar wij richten ons op kunstenaars die dat zeg maar ontstegen zijn en die er een hele eigen stempel en een eigen signatuur in hebben. Mag ik daar iets over vragen? Ik ben terug. Ja, Jan, welkom. Ja. Mag ik daar ook iets over vragen? Want ik vraag me af in dat in die sector van kunst door mensen met een beperking of mensen met een psychische aandoening, is het ook wel eens moeilijk om mensen, geldschieters of wat dan ook, ervan te overtuigen dat het geen hobby is? Want ja, dat is zo stom, maar dat lijkt zo gauw de één, zeg maar. Ja, nee. Nou, het bijzondere is ook dat wij daar ook in de biennale nog wel in het zijprogramma wel aandacht aan besteden. Je moet je voorstellen, de biennale bestaat eigenlijk uit drie onderdelen. Het belangrijkste is een tentoonstelling van kunst van Europese kunstenaars. En zelfs kunstenaars van buiten Europa die we selecteren. Waarvan we echt het niveau dusdanig vinden dat het heel interessant is en heel veel zeggingskracht heeft om dat te laten zien. Daarnaast heb je natuurlijk de zorginstellingen met hun ateliers en zo. Daar hebben we ook een plek voor gecreëerd. Die krijgen in een aparte ruimte, kunnen zichzelf ook presenteren, laten zien wat daar gebeurt. Maar we maken daar wel een duidelijke scheiding tussen. Dus het is een duidelijke scheiding tussen echt de, wat wij toch wel noemen, de professionele kunstenaars op dat gebied. Ondanks dat ze hun beperkingen hebben, maar het niveau van dusdanige kwaliteit is dat we dat toch wel willen laten zien. Ik toen ik dit item werd geregeld, moest ik het opzoeken en moest ik er wat meer research over doen, want ik wist niet echt wat het is. Nee. Verdient dit eigenlijk ook een grote podium, dat eigenlijk iedereen weet wat dit is en waarom? Ja, nou daarom doen we dat ook. Het is hele bijzondere kunst. Het is geen decoratieve kunst, maar het is kunst met enorme zeggingskracht. Het is een hele verhalende kunst, zou je kunnen zeggen. Dat moet over de bühne gebracht worden. Is het ook anders? Is het anders dan niet Art Brut kunst? Nou ja, nee dat hoef je niet zo te zeggen. Ik bedoel, er zijn natuurlijk ook gewone kunstenaars die ook heel kunst met heel veel zeggingskracht maken. Jawel, maar ik kan me voorstellen dat een hoofd waarin de hersenen iets anders werken ook andere kunst voortbrengt. Nou ja, het is hele onbevangen kunst. Hè. Dus het verhaal van Karel Appel bijvoorbeeld in de jaren van de Cobra-tijd, die zei van, ik ben jaloers op die groep mensen, omdat die heel onbevangen die kunst maakt. Die is niet beïnvloed door kunstgeschiedenis of door stromingen en zo, maar volledig hun eigen gang gaat. Hun eigen techniek en daar gewoon gebruikt. Maar het is wel kunst van mensen die in hun hoofd zich in hun hoofd afspeelt ook willen verbeelden. En dat in verhalen willen verbeelden. Hoe kun je dat? Het is misschien wel moeilijk te duiden, maar hoe zie je dat dan terug? Nou, dat zie je. En de zeggingskracht van het werk. Je kunt vrij snel onderscheiden of iets decoratief is. Of dat iets heel veel zeggingskracht is. Dat daar een verhaal achter zit. Dat het niet per se bedoeld is om ergens op een hokje achteraf te hangen. Als aankleding van de muur. Nee, sterker nog, dat is vaak ook helemaal niet de drive. De drive is om expressie te geven aan datgene wat je denkt en wat je voelt. En dat kan te maken hebben. Thema's gaan heel vaak over geloof, gaan over de dood. Het gaat
gaan over seksualiteit. En dat heeft vaak wel ergens een oorsprong, zeg maar. Maar het is voor deze kunstenaar hun manier om te vertellen wat hun bezighoudt en waar ze over nadenken. En dat is heel interessant om je daarin te verdiepen. Die Art Brut Biennale, je vertelde dat al even, trekt Europese kunstenaars. Ja. Is volgens mij ook de grootste in zijn soort. Zeker in Europa. Misschien zelfs wel in de wereld, maar dat kunnen we niet helemaal onderzoeken. Maar zeker in Europa, ja. Betekent dat ook dat kunstenaars vanuit die sector in de rij staan om te exposeren? Nou, we keren het om. Wij selecteren de kunstenaars. Wij gaan op zoek. We krijgen vaak wat tips. We hebben goede internationale contacten ook. We zijn ook lid van de European Outsider Arts Association. Dus we hebben een groot netwerk van musea en kunstinstellingen. En we gaan die kunstenaars bezoeken en die instellingen bezoeken. Nou zijn we een vrijwilligersorganisatie. Dus daar gaan we geen geld aan uitgeven. Dus we hebben een beetje bedacht. Dat doen we maar een beetje in de zijlijn van onze vakanties. Plannen we gewoon bezoeken. Als je toevallig in Denemarken bent, dan ga je naar een paar instellingen toe. Ja. Bezoek je een aantal plekken, maak je afspraken. En dat geldt voor ons allen. Dus we zijn heel kritisch op wat er komt. We kennen de kunstenaars, maar wij bepalen zelf wie we uitnodigen. We hebben hier nu eventjes wat spelen. Dit is dus een beetje wat er bij jullie tentoongesteld kan worden. Ja. Mocht je in de auto zitten of luisteren, kom even naar 120.nl. Dan kun je het zien. Ja. Dit is de expositie zoals het eruit heeft gezien de afgelopen jaren. Ja, en we kiezen daarvoor om ook heel veel te laten zien, omdat het met dit soort kunst ook om heel veel gaat. Het is heel overdonderend. In dit geval is de expositie van 2018, hadden we zo'n 150 kunstenaars uit 7, 8 landen. Met zo'n 800 werken die we daar exposeren. Dus het is een overdonderende ervaring die je daar, als je daar bent, om dat te zien. En nu hebben jullie een erkenning gekregen, waardoor de financiën en zo ook beter rond zijn. Ja. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Zomaar een erkenning. Gefeliciteerd daarvoor trouwens. Ja, dankjewel. Dit wordt nou de vierde editie. Het is elke keer moeilijk om geld bij elkaar te krijgen. We hebben toch wel een begroting van tussen de 100 en 150.000 euro. Dat is moeilijk. Er zijn fondsen voor die we aanschrijven. Ik moet zeggen, de overheden ons daar ook bij helpen. En de zorginstellingen. Maar goed, het was wel lastig om het elke keer weer voor elkaar te krijgen. En de provincie nodigde ons uit om in te schrijven als beeldbepalend evenement. Nou, er zijn wat criteria. Daar hebben we nog wel even wat strijd moeten voeren om dat rond te krijgen. Maar uiteindelijk toch die toezegging gekregen. En dat betekent dat we vanuit de provincie voor de komende twee edities, dus 21 en 2023, zo'n 57.000 euro krijgen. Dat is basis al. Daarnaast hebben de participatiefondsen in Nederland, landelijke overheid, hebben we voor deze keer een fors bedrag gekregen. Dus de financiering is rond inmiddels? De financiering voor 2021 is rond. En de financiering voor 2023 is al een heel mooi fundament wat de provincie ons geeft. Dat geeft heel veel rust. Maar die erkenning is ook belangrijk om nieuwe fondsen aan te schrijven. Mag heel even die erkenning wat duiden? Want je staat in een rijtje met FBK Games en Military Boekelo. Onder andere, ja. Want dat zijn grote evenementen. Ja. Dus ook de Art Brut Biennale staat daar nu in. Ja, klopt. Maar die erkenning en dat geld, dat is mooi. Ja. Maar je eigenlijk beide dan nog niet. Want jullie zaten altijd in Hazemeijer-complex. Ja, daar komt nu OIFO in, het kunsten. Niet op de plek waar wij zaten, maar de plek kreeg een andere bestemming. Ja. Ja, dus je bent op zoek naar een ruimte? Ja, we zijn zeker op zoek naar een ruimte. Ja. We hebben zo'n minimaal 3000 vierkante meter nodig. Liever nog iets meer. Kijk maar naar de foto's in de hal en zo, hoeveel we exposeren. En naast die expositie hebben we natuurlijk die beurs van die zorginstelling, die ateliers. En daarnaast hebben we een heel programma. Het gaat ook over poëzie, het gaat over theater, het gaat over muziek. Je hebt dus kunstenaars die in de schilderkunst of in de beeldende kunst zitten. Maar je hebt ook aardbrute kunstenaars die zich met poëzie of met muziek bezighouden. Dus alles krijgt. Dus een heel breed programma wat we daarin brengen. Die plekken er nog wel in Hengelo? Nou ja, kijk, in Hengelo heb je natuurlijk nog veel hallen staan. Dus we zijn nu naastig op zoek. Het is mijn persoonlijke voorkeur wel om het in Hengelo te houden, omdat het daar ook begonnen is. En de gemeente ons ook altijd gesteund heeft. En ook organisaties binnen Hengelo. Maar als het niet meer kan, moeten we verder kijken. En wat als ik denk, ik heb een hal. Ja. Kunnen mensen jou ook ergens benaderen?
Dan mogen ze mij een mailtje sturen en dan gaan we kijken wat kan. Ik moet zeggen, er heeft al een artikel in Tubantia gestaan, een oproep. Yeah. En nou, er zijn al de nodige reacties op geweest. Er zitten heel interessante tussen. We hebben hem hier even in beeld staan. Dat is j.noltes@artbruutbiennaal.nl. Zo wil je dat even nazoeken. Kijk dan even het artikel wat later online komt. Of de uitzending even terug. Ja. Dan kunnen mensen jou gewoon benaderen en zeggen van... nou, wij willen dit aanbieden aan jullie. En dan gaan jullie erover nadenken of eventueel... Ja, we moeten natuurlijk aan een aantal voorwaarden voldoen. We hebben niet alleen de hal nodig, maar de voorzieningen moeten er zijn. We hebben de afgelopen keren zo'n 15.000 bezoekers gehad. We willen dat laten groeien. Dat beeld bepalen is ook een stimulering om het groter te maken. Grootser te maken. Maar goed, we krijgen veel mensen over de vloer. Dus je moet alle voorzieningen en accommodatie moet wel spik en span zijn. Toegankelijkheid moet heel goed zijn. Ja. En ook de bereikbaarheid moet goed zijn. En wanneer is het? Het is van 16 tot en met 27 september. Dus dat moet er goed uitzien met corona, eind van het jaar bijna weer. Nou ja, niks is zeker natuurlijk, maar dat is sowieso. Harte. Maar vergeet niet, dit is ook een kwetsbare groep natuurlijk. Ja. En zeker, we krijgen mensen uit Japan en we gaan dit jaar ook mensen uit Afrika krijgen. Die komen ook allemaal over. Ja. En die komen ook bezoeken en sommigen blijven ook de hele week blijven ook in een bubbel. Of... zien. Nou ja, dat moeten we maar zien hoe we dat moeten gaan organiseren. Ik ben ontzettend benieuwd, Jan. Interessant. Ja. Dus ik hoop dat het doorgaat. Dat hopen wij ook, ja. Jan Noltes, bedankt voor je komst en succes met de verdere stappen in het proces. Dankjewel.